Nicky Hekster, EMEA Technical Pre-Sales van IBM Watson Health. U hebt net gesproken op het Skipper Big Data event Duik in Datameer. En u stelde eigenlijk dat de innovaties in de zorg niet uit de zorg gaan komen. En dat ziekenhuizen, ze doen wel aan innovatie, maar dat is niet helemaal meer van deze tijd nog. Ja. Kunt u daar wat verduidelijking in verschaffen? Ja, ik zie dat innovatie vooral van buiten de ziekenhuismuren komen. Dat er start-ups zijn en bedrijven zoals waar ik voor werk, IBM, maar ook Google en Microsoft, Amazon, die met zorg bezig zijn op een heel andere manier. Want we zien dat de zorg, dat we daar verschil in kunnen maken, ook met grote hoeveelheden data. En je moet maar de capaciteit, de kennis hebben en de menskracht om daar iets mee te doen. Nou, dat hebben heel veel ziekenhuizen. Gewoon niet. Dus wat zij doen is eigenlijk innovatie van hun huidige processen. En ze stellen misschien een portaal open voor patiënten. En er zijn nog wel andere dingen. Sommigen zijn al met apps bezig. Maar een beetje extrapolatie van de dingen die ze al jaren doen. En ze kunnen ook niet veel verder. Omdat ze hebben ze echt hulp bij nodig. En of dat nou van een start-up komt, of van een groot bedrijf, of van een consultancybedrijf, dat maakt niet uit. Maar eigenlijk zouden ze hulp moeten zoeken. We moeten het namelijk samen doen. Het kan niet eenzijdig. Is het ook niet meer de functie van een ziekenhuis om de innovatie toe te passen in plaats van het zelf uit te vinden? Ja, dat klopt. Het is beide. Hè. Er zijn natuurlijk mensen die daar wel mee begaan zijn, die heel innovatief denken en dat wel ook toepassen. Maar als je in een ziekenhuis werkt, dan moet je je voorstellen dat je binnen de kaders van de wetgeving, van de betaling enzovoort werkt. En daar is innovatie heel moeilijk in te passen. U vertelde zelf ook dat we op weg zijn van het proces van geneeskunst naar geneeskunde. Ja. En dat daar eigenlijk de 5 P's voor nodig zijn. Ik noem ze even op meteen. Persoonlijk, precisie, preventie, predictie en participatie. Dan zijn we er geen vergeten. Maar u kunt er nog wel wat meer over vertellen. Ja, ik denk dat technologie ons in staat stelt om veel preciezer patiënten van dienst te zijn. Dus het meer op maat kunnen snijden van de zorg. En daar zit data onder natuurlijk. En dat betekent ook van de patiënt of van een burger dat hij bereid moet zijn om data van zichzelf te delen. Dus daar zit het participatieve karakter in. En dat hij ook alert moet zijn op wat er rondom hem gebeurt in de zorg. En zelf ook op zoek gaat naar gevalideerde sites waar hij zelf ook informatie kan ophalen. Daardoor wordt de zorg dus meer precies en kun je ook predictie. Je kunt ook met predictiemodellen gaan. Want hoe meer data je hebt, en die kunnen geanonimiseerd zijn, maar die kunnen laten zien wat patiënten in het verleden welk klinisch pad ze hebben afgelopen. Nou, als je dat gaat extrapoleren naar een nieuwe patiënt, gegeven zijn profiel en gegeven de data die jij prijsgeeft, nou, dan kun je daar misschien het beste pad uit distilleren. Dus daar komen al die P's vandaan. En dat wordt allemaal gevoed door het hebben van veel data, het bereid zijn ook als patiënt om je data prijs te geven en daarmee iets te laten doen. En wat je ervoor terugkrijgt, ja, is eigenlijk vanuit de crowd informatie, maar op maat gesneden voor jouzelf. En heel precies. Ja. De kracht van de massa voor de persoon. Ja, exact. Het is crowdsourced medicine, zou ik bijna zeggen. Ja. En waar zitten we nu in ons huidige zorgstelsel? Nou, we zitten een beetje we zijn wel over de streep heen dat we alleen maar analyses doen op administratie en facturatie. We zijn daar voorbij. Maar we zijn nog maar aan het begin. Er is veel meer mogelijk. En er zijn een heleboel. Ja, ik liet een paar in mijn presentatie ook een paar mogelijkheden zien. Maar die acceptatie voordat je e-health en big data geaccepteerd krijgt in een zorgstelsel. Systeem, dan betekent dat je moet modellen aan de principes van zo'n systeem. En dat heeft vaak ook met geld te maken, met wilsbetuiging van mensen, met attitude. Het begint eigenlijk vaak al in de collegebanken, dat je studenten vertrouwd moet laten worden met big data, met e-health. Nou, dat zien we nu ook gelukkig opkomen, dat er dus inderdaad curricula ingericht zijn om daaraan voeding te geven, opdat deze mensen later in de praktijk het verschil gaan maken. Dus je ziet nu de tekenen dat het echt gaat veranderen, maar het zal toch nog wel een aantal jaren duren voordat we dat echt manifest hebben in ons zorgstelsel. Ja. En nou liet u ook nog even de laatste ontwikkelingen zien op het gebied van IBM Watson. Vertelt u, wat zijn de laatste mooie ontwikkeling. Ja. Nou, Watson kent iedereen uit het begin. Onze eerste applicatie was op het gebied van kankerzorg, waar we een systeem hebben ontworpen, Watson for Oncology, dat eigenlijk een arts een voorstel doet voor behandelingsopties voor een patiënt. Maar sinds die tijd, dat is bijna 7 jaar geleden, zijn we enorm opgeschoten. We helpen mee nieuwe medicatie te ontwikkelen en te zoeken. We helpen mee in genetica van kankercellen, om daar de beste behandelingen bij te zoeken.
heeft allemaal te maken met het doorforsen van heel veel data. We zijn bezig, dat is de laatste ontwikkeling, met deep learning op het gebied van cardiologie, radiologie, oogheelkunde. Om daar Watson op los te laten op een bepaalde manier. Dus ook om Watson ogen te geven, bij wijze van spreken. Om ook dat vakgebied te helpen. En dat zijn ontwikkelingen die nu gaande zijn. En waar we een aantal annonceringen mee hebben gedaan. En daar zullen we het eind van dit jaar, begin volgend jaar, de vruchten van plukken. En dan gaat het verder. Maar we zien vooral tractie op zowel in de start-up wereld als grote bedrijven. We zijn business to business. Dus we werken graag met grote bedrijven die op hun beurt data mee kunnen nemen. Zoals Medtronic en Teva en Pfizer, noem ze maar op. En die zeggen, joh, jullie hebben een prachtig systeem dat wij eigenlijk wereldwijd met onze data kunnen voeden. En daar kunnen we kennis en wijsheid uit ophalen. En die digitale transformatie die al die bedrijven doormaken, daar kunnen ze verschil mee maken. Want daar zijn ze allemaal mee bezig, een digitale transformatie. En wat ik al zei, dan heb je heel veel data, alles is digitaal, maar je hebt intelligentie nodig, digitale intelligentie, om daar kennis en wijsheid en dus voordeel ten opzichte van de competitie bijvoorbeeld uit te halen. Bij de bedrijven die u net noemde hoorde ik wederom geen ziekenhuizen of andere zorginstellingen? Er zijn ook zorginstellingen, want we hebben inmiddels Watson for Oncology, dat draait over de hele wereld. In India, in Thailand, in Nederland zijn we er mee bezig. Het draait in Denemarken en dat zijn bij ziekenhuizen allemaal. Dus tuurlijk, de ziekenhuizen die bedienen we natuurlijk wel, maar het is, je moet ook wel de middelen hebben en de bereidheid. Maar goed, als je het vergelijkt met ziekenhuisinformatiesystemen, die zijn echt een orde van groot duurder dan sommige van onze producten. Dus dan denk je, ja, daar zal het toch niet aan liggen. Maar het is ook die acceptatie en de mindset wat ik net zei, waar je rekening mee moet houden. Maar zeker bij ziekenhuizen, daar werken we er ook mee. Ja. Ja. Dan komen we weer eigenlijk bij het begin. De innovatie komt niet uit de ziekenhuiszorg zelf, die komt van daarbuiten. Ja. En het is soms moeilijk voor de zorg om daarop in te springen. Ja, om dat te erkennen en te herkennen dat je dat nodig hebt, dat is lastig. Omdat raden van bestuur hier van ziekenhuizen, die zijn bezig met andere dingen. En terecht, want ze worden gedwongen door wet en regelgeving om daar ook mee bezig te zijn. Om risico te mijden en de zorg efficiënter en effectiever te maken. Maar daar kunnen deze technologieën allemaal mee helpen. En het komt bij die andere bedrijven vandaan, omdat die allemaal data in hun bezit hebben. Of heel goed met data kunnen omgaan. En dat kan een ziekenhuis nooit en te nimmer. Maar wij hebben op onze beurt, dus als industrie, hebben we ook die ziekenhuis nodig. Want zij bezitten eenmaal data. Dus ze moeten ook bereid zijn om die data vrij te geven. Ja, als je dat niet doet, dat is ook een ding. Maar daar komen we meer op privacy en legale discussies uit. Maar daarom vind je misschien meer tractie bij de grote leveranciers van medische devices of van medicatie. Die dat wel doen, omdat ze daar een financieel gewin natuurlijk van belang is. En bij ziekenhuizen is dat minder aan de orde. Maar toch, we kunnen de zorg veel beter maken door dat wel prijs te geven. En het punt is met machine learning, dan kom je ook op het gebied van privacy en security en ethiek. Dat hoe meer, ik zei het ook in mijn presentatie, hoe meer je bereid bent om prijs te geven aan dit soort systemen en van wie het ook afkomt, des te beter jouw antwoord voor jou wordt. Omdat je hoe meer contextuele data je van een patiënt hebt, of een burger hebt, des te beter je kan inzoomen op zijn specifieke behoeften. Nou, dus dat is een beetje een balans. Ik weet niet of je de film The Circle hebt gezien. Nog niet. Of het boek van Dave Eggers. Dat komt neer op in hoeverre kan een mens nog leven zonder privacy en zonder intimiteit. Nou, ik denk het niet. Dus er zal ergens een balans gevonden moeten worden. Maar dat is de geëxalteerde vorm van wat ik nou net sta te beschrijven. Maar dan in het algemeen voor de hele samenleving. Daar gaat het boek over. Maar als je dat op de zorg van toepassing laat zijn, dat komt trouwens ook in die film voor, een stukje. Ja, dan worden mensen daar wel mee geholpen. Omdat ze de kennis vergaren van andere mensen die al zo ver waren, die een bepaalde behandeling hebben ondergaan. En dan kun je lering uittrekken. Dus dat is het punt. Ja. Zo, met z'n allen ook naar de Circle. Dan weet ik niet of we met z'n allen naar de Circle moeten gaan. Maar dat geeft wel een beeld. Het is natuurlijk een fictie. Maar het geeft wel een beeld van wat het zou kunnen betekenen. En dat je ook tegelijkertijd vraagtekens bij moet zetten. Je moet het debat over privacy, security, ethiek moeten we absoluut voeren. En dat doen we ook graag mee als IBM. Ja. Dank u wel.